Ik ben Marijke Koller. Ik ben van geboren in 1947, heb biologie gestudeerd in Gent en werd lid van Dolomina in het begin van de jaren 70. Later van de linkse FemSoc-groepen die een coördinatie waren in heel Vlaanderen. Wat er voor mij van heel die periode van activiteiten belangrijk is gebleven, is het feit dat we overwinningen hebben behaald in zaken de abortuswet die we erdoor gekregen hebben, in zaken de toepassing van gelijk loon voor gelijk werk. En tenslotte is er een mentaliteitsverandering gekomen bij vrouwen en die hebben wij kunnen opbouwen door zelf actief te zijn en zelfvertrouwen op te bouwen.